Oké, okay. We gaan weer een apart spel spelen. Chronicles of Olympus, Zeus. En van wie is die eigenlijk? Ja, dat is een goede, hele goede vraag. Oh, Alchemy Games van Games Global, onderdeel van Games Global. We gaan hem op, even kijken, 2 euro spelen. Je ziet hier links een power-up meter. De bedoeling is eigenlijk, het liefst wil je die blauwe hebben. Ik heb er al 2, zie je, linksboven. Die moet je dus hebben. Yes! Kijk, nou is die 7x wordt een 10x. Dan krijg je een soort upgrades. Die gouden, zie je hier, dat zijn welds. Daar kunnen multipliers in zitten tot 5x. De games zijn een beetje laggy af en toe. In de zin dat die af en toe duren, die draaien wat langer. Ik heb het idee dat, dat is ook wel eens bij booming games. Hun servers zijn gewoon niet top. Ik dacht eerst dat dat mijn internet lag. Maar ik heb dat alleen bij bepaalde spellen. Kijk, dat duurt best lang. En dat kan wel irritant zijn, hoor. Je hebt ook een rode power-up, zoals je hier ziet. Als je daar 3 van hebt, heb je 8 free spins. En die free spins starten dan met de multiplier die je hier links hebt. Elke 2 rode power-ups tijdens de free spins zijn 2 gratis rondes. Plus een kruisje op de balk links. En net als nu, als ik nog 1 kruisje heb, dus nog 1 keer 2 scatters, dan heb ik de bonus straks met 4x. En je wil hem uiteraard in het blauw hebben. Dus nog 1 blauw erbij zou leuk zijn. Ah. En die teller die blijft staan net zolang dat je de free spins hebt. En ook tijdens de free spins. Dus je kan ook nog upgrades krijgen in die ladder tijdens de free spins. Dat is wel leuk gedaan. En als je dan eenmaal de free spins gehad hebt, begint hij weer bij 1x. En de eerste keer om naar die 2x te gaan, heb je 1 keer 2 scatters nodig. En hoe hoger je komt, hoe meer scatters je nodig hebt om dat multiplier level te halen. Daar komt het eigenlijk op neer. Voor de rest in het basisspel... ja, het is eigenlijk alleen maar als je een volle bak van links naar rechts hebt. Prijzen zijn dus ook van links naar rechts, maakt niet uit op welke positie ze staan. Ja, het is eigenlijk leuk als je plaatjes hebt van links naar rechts en dan 5 stuks op elke rol 1. En dat is het eigenlijk wel een beetje. De free spins valt regelmatig. Maar verwacht er niet al te veel van. Maar goed, het kan wel leuk zijn als je die hoogste levels hebt. En dat is mij nog nooit gelukt. Of je moet meerdere gouden ballen op een rol hebben. Want die kunnen dus multipliers bevatten. Dus als je 2 gouden ballen hebt of 3. Dan kan het wel heel dik zijn. En voor de rest, ja, qua design, ja, het valt niet heel veel over te zeggen. Je hebt een standaard animatie backgroundje. Ja, het spel zelf is vrij simpel en die upgrades, ik hou er eigenlijk nooit zo van. Want dan speel je altijd op dood. Maar in dit geval, ja, want je weet eigenlijk als je op 1x staat dat die bonus bijna nooit gaat vallen. Vaak krijg je hem op 2 of 3x. Die 4, dat is ook wel frustrerend, want als je nou nog 2 of 3 rooien krijgt en dan je de free spins hebt. Die worden niet bijgevoegd tijdens die op die meter. Op het moment dat je de free spins hebt, bedoel ik dan. Wel tijdens de free spins zonder zelf. En het nadeel is, als je de bonus hebt gehad, begint hij dus weer op 1x. En dan heb je niet altijd zin om dan weer helemaal opnieuw te gaan bouwen. Dus ik ben er dan vrij snel klaar mee. En het rare is bij deze, je hoopt eigenlijk dat je de bonus niet hebt. Want je wil eerst die ladder links opbouwen. Hé, kijk, nou voor er eentje. Die hebben, als we de bonus hebben, in ieder geval 4x. En die wil eigenlijk door naar die 10x. De blauwe level heb ik nog nooit gehaald. Ik ga even wat turbo aanzetten. Hé, weer eentje. Nog eentje voor 5x. Dat wordt wel spannend. God doet! Oh! Ik denk dat de bonus zo gaat vallen. Het zou leuk zijn als die nog 1 keer... geen bonus is eigenlijk. Dat bedoel ik, dat is het rare bij dit spel. Maar hij kan ook snel je geld afpakken, hoor. En hij kan er heel af en toe een dikke klappen geven. En dat is dus als hij meerdere van die gouden ballen. Dus op elke rol 1 bal. 2 ballen is meestal wel leuk. Maar 3 ballen is meteen fantastisch. Helemaal als hij dan de 5x multi erop doet. Kijk, daar gaat hij vallen, denk ik. Nee, yes. Ik heb in ieder geval die 5x. Die heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Mijn hoogste tot nu toe 4x. Het klote hieraan is wel...
Dat je voor je gevoel dus... Nou staat hij op 5x. Hij onthoudt hem wel hoor. Dus als je nou zou stoppen... Kom op! Nee, niet... Yes. Dat is eigenlijk goed. Want ik wil hem eigenlijk nog één keer niet... Maar 2 hebben. Dat ik dan 6x level heb. Dan kom ik in de buurt van, dat, van die 10x. Ja, als je bonus maal 10 hebt... Dan moet hij wel prijzen geven natuurlijk. Maar dan wordt het wel meteen spannend. Maar zo hoog ben ik al nog nooit gekomen. Oh, 3 spins bonus. Ja, maar nou telt hij niet. Hij maakt die 6x er niet van. Dus ik heb tijdens de free spins eigenlijk nog één keer een upgrade nodig. Heb ik 6x. En als ik dan nog een upgrade heb, dan wordt het pas interessant. En de klote is, als hij nou dus niks geeft, dan begin je weer bij 1x. En dan kan je eigenlijk weer opnieuw beginnen. En... Hé, hey, hier zie je ook... upsizer. Kies een upsizer hieronder. Koop 10x. Wat? Hé, hey, je kan kopen. Koop 12x voor 102 en koop 15x voor 155 euro. Maar dat wist ik niet. Het is wel apart dat je dat kan kopen. Je kan hem niet direct kopen, maar als je hem hebt, kan je dus een upgrade kopen. We gaan hem doen. Dan gaan we meteen met die 10x beginnen. 42, dat is eigenlijk zonde, hè? Want ik heb eigenlijk nog maar eentje. Maar goed, we doen het gewoon even voor de review. Maar de prijzen vallen vaak heel erg tegen. Je hebt echt koude ballen nodig. Het zijn maar 8 spins namelijk. Nee. Je hebt echt plaatjes nodig. Als één die blauwe erbij was gevallen. Kom op. Oeh, aasje is oké. Okay. Dat is redelijk. Maal 10. Maar ik moet nog 3 upgrades hebben. Dan pas die 12 en dan die 15. Dus daar hoef ik eigenlijk niet naar te kijken. Oeh, jammer. Je hebt dus 2 gouden. Als je die gouden bal bij was gevallen, dan wordt het dik. En dan zat niet eens een multi in. Maar er kunnen dus ook nog multis vallen in die ballen. Je hebt eigenlijk toch 2 scatters nodig. En dan krijg je 2 free spins. Kom op, 1 leuke. Nee, laatste kans. Kom op, doe het. Ah! Dat valt dan weer tegen, hè? 72 euro. En dan heb ik nog voor 40 euro gekocht. Eigenlijk heb ik met 30 euro gewonnen. Dus pas ermee op. Kijk, het bonus kopen is leuk als je nou de bonus zou krijgen. Maar het is een gevaarlijk spelletje hoor. Ja, scoren vind ik hem dan ook lastig. We gaan stoppen bij de 3,50. Twee keer. Laatste. Kijk, en dat is dus jammer. Nou begin je weer bij 1x. Het wordt pas leuk bij die 10x. Dus ik ben er dan op een gegeven moment klaar mee. Qua beoordeling vind ik het dan ook lastig. Ja, ik hou hem op 2 sterren. Ik denk niet dat ik hem heel veel ga spelen. Ik zeg wel, ik ga iets strenger zijn met de reviews. Ik ga vanaf volgende week denk ik beginnen met reviews van score van 0 tot met 10. Maar voor nu nog heel even de oude scorelijst. Dus 2 sterren. Voor Chronicles of Olympus 2. Omdat het moeilijk is. En ik hou niet van die spaarsystemen. Want dan speel je vaak op kapot. En helemaal niet als je dan dat extra bonusje bij kan kopen. Maar hij kan wel dik geven. Het is mij nog niet gegund. Maar ja, hij biedt gewoon te weinig extra features. Ook in het basisspel en in de bonus. Geen sticky welds of zo. Geen random feature of wat dan ook. Wel met de retrigger. Maar dat met 2 spins. De bonus is te snel voorbij. Dus ja. Het zijn allemaal dingetjes dat ik denk van. Nee. Deze is het allemaal niet. Dus wat is het? Chronicles of Olympus 2. Zeus. Die krijgt 2 sterren. Yo. Hey, 3 spins. Nog nooit gehad. 2 euro, oké. Vaag spel hoor. Laat ik nog eens hangen. Ja. Duurt wel heel lang. Thank you.
Wat is dat dan? Nou, ik zal ze herladen. Oh, Games Global, oké. Okay. Je hebt 80 gratis spins gewonnen, die beginnen op 2x. 80 gratis spins. Nou, kom op. En dat is een leuke battle op 2 euro. Heel van die gouden, kom op. Hey, yes. 3x. Oh, en 2 spins, oké. Okay. Kom op, 1 keer goede combi. Oh. En dan met van die gouden ballen. Oh. Oh. Kom maar op, iets. Oh yes, en die vrouwtjes. 2 spins erbij en vrouwtjes. Is niet heel veel, denk ik, man. Als je volle bak hebt, kan het best dik zijn, denk ik. En dan met zo'n gouden bal. Hij is wel een beetje laggy. Kom op, 1 free spins nog. Oh. Nou, het zal weer. Nee. 32 euro op. Inzet 2 euro, hè. Te gek, zegt hij dan. Beetje vaak spel, hoor. Maar goed, ik denk als je veel van die ballen krijgt, dan kan het wel heel dik zijn. Want je hebt van die multipliers pot maal 5. Als je er meerdere hebt, dan wordt het heel dik natuurlijk. Maar dat is mij niet gegund. Ik ga nog even verder spelen. Yo! Hey, bonus. 3x. Kom op. Vaak oude ballen nu. Oh. Oké. Okay. Deck 5 dezelfde heb ik hem op. Nee. Nee. Oké. Okay. Iets. Kom op, ballen. Nee. Ja, zonder multiplier en niet eens een plaatje. Meerdere ballen, kom op. Nee. Laatst alweer. Tjonge, jongen. 24 euro, hè. Oké, okay. 3x. Kom op. 3 triggers, kom op. Oh! Kom op! Yes! 4x. Paardjes. Kom op, ik 1 upgrade. Oké. Okay. Nee, net te weinig. Doe 1 upgrade nog, kom op. Ja. Kom op, nog een keer, herkansing. Yes! In ieder geval 2 spins erbij en dan nog een keer een upgrade. Kom op, ik ga naar die 6x toe dadelijk. Of 5x en dan 6x. 5x heb ik überhaupt nog nooit gehaald. Yes! 5x, weer 2 spins. Die 15x zal dik zijn. Ik hoop niet allemaal dood nu. Oeh, jammer. Of 2 gouden ballen, kom op. Niet allemaal dood. Tjonge jongen. Kom op. Laatste.
Oeh, doe het. Yes, dan nog twee spins. Eén keer twee ballen, kom op, twee gouden ballen. Oké, weer twee spins. 6x nu. Hij moet nog vijf keer geven, net nooit niet redden. Kom op, maak het spannend. Oh. Oh man, niet één lekkere prijs. Twee witkeuren, oké. Vaak kastje hoor. Moeilijk om een dikke winst te halen, maar het kan wel als je die 15x hebt, dan moet ook nog twee van die ballen geven. Moeilijk, maar het kan. Alleen niet bij mij. Joe.